Welkom bij de tweede aflevering van het Hoeksie CTV. Ik ben Melissa. En ik ben Lombard. Op 16 tot en met 18 december hebben 57 leerlingen uit HAVO 3 deelgenomen aan het project Day for Change, georganiseerd door het International Business College van onze school. De totale opbrengst was €824,40, waarvan de winst van €525 bij de kleine bedrijven werd uitbesteed aan arme landen. Dion was ter plaatse. Wat vind jij van dit project? Ik vind het goed verzonnen. Het is heel creatief. Ik vind het heel leuk om te doen. Oké, en jij? Ja, ik vind het wel leuk en ik vind het ook wel bijzonder, zeg maar, dat ze dit dan doen voor het goede doel. Oké, dankjewel. En wat denken jullie ervan te gaan leren? Ja, hoe je een bedrijf moet opstarten. Oké. Hoe je een beetje moet ondernemen en hoe je het slimste een bedrijf of een product kan verkopen en het snelste winst kan maken. We gaan leren om beter samen te werken en daarom ook projecten te doen zodat het ook leuk is. Oké. En hebben jullie al een idee om wat te gaan verkopen? Ja, we gaan foto's maken waarschijnlijk en dan gaan we ze bewerken en dan sturen we ze op naar de mensen die ze dan hebben gekocht. We gaan sponsen door leerlingen op leraren laten gooien. We gaan zuurstokken verkopen met een kerstwens. We gaan kerstmutsen verkopen en als bijproduct gaan we fastfood en frisdrank verkopen. Ja, handschoenen en kaarten. Oké, dankjewel. Donderdagavond, 19 december, was het kerstgala in het hart uit Blijland. Een reuze gezellig feest. We kijken hoe iedereen uit zijn dak ging op deze avond. Uit de 5 geselecteerde presentaties ging Jesse Tero uit VWO 6 naar huis met de JSKS profielwerkstukprijs. Hij won een geldbedrag van €250. Hij overtuigde de jury met een knap in elkaar zette documentaire over privacy op het internet. We kijken nu naar een fragmentje. Internet, we gebruiken het dagelijks. Daarbij gaan we akkoord onze gegevens af te staan aan tal van de internetdiensten. Hebben er voordeel van, maar lijken tegelijkertijd onze privacy steeds meer te verliezen. Op het moment is de discussie over privacy zo groot als nooit tevoren.
Ze vragen je niet vooraf wat ze doen met je persoonsgegevens. Dat is in strijd met de Nederlandse privacywet. NRC Handelsblad onthult dat de NRC zeker 50.000 computernetwerken heeft gehackt. Reuze geinig allemaal, maar waarvoor heeft zo'n zaklamp-appje je locatiegegevens, je adresboek en gegevens over het gebruik van andere apps eigenlijk nodig? En ik ben benieuwd wanneer wij als maatschappij zeggen, stop, tot hier en niet verder. De commotie heeft mij geprikkeld om zelf te onderzoeken hoe het met onze privacy gesteld is. Zo ging ik langs bij internetbedrijf Swiss in Leiden, waar ze websites en apps maken. Daar sprak ik ontwikkelaar Jasper Zonneveld en adviseur en projectleider Mirjam Ravensbergen. Ook bezocht ik Arjan van der Graaf, die een adviesbureau heeft in hypotheken en verzekeringen. Tot slot interviewde ik vakdidacticus informatica Martin Brugink op de TU Delft. Zaterdag 25 januari vond de Lego League Benelux finale plaats. Tristan van HLTV was erbij. En toevallig ook de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wezen. Kijk mee naar een impressie van deze mooie dag. We staan nu voor de jaarbeurs in Utrecht voor de First Lego League. Er doen 50 teams mee, waarvan twee van onze school. Team Fire en Team Swissel. Ik ben van het Hoeks Lyceum TV en wij zijn er vandaag de hele dag bij. Wat verwacht u van deze dag, van sowieso Team Swissel en eigenlijk ook natuurlijk van Team Fire? Nou, in eerste instantie moet het een leuke dag worden. En of we winnen, dat zou mooi zijn. Maar ze hebben er heel hard voor gewerkt, dus wie weet gaat het dit keer lukken. Wat gaan jullie nu doen met de robot? We gaan de robot laten keuren, anders mogen we niet meedoen aan een wedstrijd. Hij moet gekeurd worden of alles wel officieel van Lego is en of alles wel goed vastzit. Wat vonden jullie tot nu toe van deze dag? Geweldig, erg druk. Een heleboel teams, maar wel heel leuk. Iedereen doet gezellig mee. Wat ik het allerleukste vind is om te zien hoe de teams met elkaar samenwerken in alle ups en downs die we tot nu toe ook gehad hebben. En dat je ziet dat er nu zo'n resultaat uitkomt. Ik sta hier met staatssecretaris Dekker en hij is hier ook bij de First Lego League. Wat vindt u hiervan? Ja, ik vind het een heel mooi evenement. Ik vind het fantastisch om te zien dat er vandaag bijna 500 leerlingen hier zijn nadat er eerder al voorrondes geweest zijn. Want je hebt natuurlijk al voorrondes gehad van de First Lego League, maar de beste zijn hier vandaag op de finale van de Benelux. Ja, en dan zie je dat er heel goed wordt nagedacht. Worden er robots gebouwd, dan worden er oplossingen gevonden om natuurrampen te voorkomen of je daartegen te beschermen. Ja. Dat is natuurlijk onwijs mooi, vooral ook omdat wij heel hard leerlingen nodig hebben die echt heel bewust kiezen voor techniek. Hè? Als je nu bijvoorbeeld kijkt, dan op de arbeidsmarkt staat te springen voor leerlingen die een technische achtergrond hebben. Ja, dan is het belangrijk dat we ook jongeren daar erg enthousiast voor maken. En nou, ik zie heel veel van het enthousiasme vandaag hier ook terug. Ondanks deze mooie dag hebben jammer genoeg Team Fire en Team Swissel geen prijzen gewonnen. Volgend jaar gaan ze er weer met frisse moed tegenaan. Samen met Jess en Natalie ben ik op pad geweest en hebben we rondgevraagd naar het kantinevoedsel en naar de toetsweek. En daarnaast nog vele andere dingen. Pas geleden kwam ik hier en ik vroeg om een appel, maar ze verkochten geen appels meer.
Ik vond dat wel een beetje slecht imago van de school, want fruit is toch heel erg belangrijk op dit moment. Veel kinderen lijden aan overgewicht, dus ik ga vragen hoe zo het fruit weer terugkomen. Zou ik u wat mogen vragen voor Hoeksie CTV? Ja, dat kan. Nou, ik zie dat het fruit weer is ingevoerd. Ja, we gaan het weer proberen, maar het wil nog niet zo erg lopen. Gezond, dat is niet jullie ding volgens mij. Maar op de broodjes is wel altijd sla, zie ik, en komkommer. Ja, dat proberen we altijd wel, een beetje gezond te doen. Ja, klopt. Maar zijn er ook veel kinderen die vragen om iets anders? Nee, volgens mij zijn jullie wel tevreden met wat we hebben zo'n beetje. 3 weeks later. Ik heb mat geprobeerd fruit te verkopen. En ik heb het allemaal weggegooid op een paar mandarijntjes. Nou. Dus het werkt niet, het slaat niet aan. Nee, en ik heb de melk ook geprobeerd. Ik heb het ook een maand weer aangeboden. En ik heb het allemaal overdatum weg kunnen gooien. Ik zie dat jullie al van alles aan het eten zijn, maar dat is geloof ik niet hier verkocht. Nee, dat klopt. Dat is in de Albert Heijn gekocht. Ja. Oké, want hoezo kopen jullie het hier niet bij de schoolkantine? Nou, dat veel te duur is bij de schoolkantine. En de schoolkantine het vraagt 2,20 voor een broodje, terwijl je in de Albert Heijn voor 2,20 veel meer kan halen. En het is veel lekkerder bij de Albert Heijn. Wat vind jij van het eten in de kantine? Ja, is wel lekker op zich. Wat vond u van de vorige Hoeksie CTV? Verrassend. Echt, ja, heel leuk. Nee, ik vind het tof. Het artikel over u, ging dat nog? Even schrikken, maar ik vond het wel leuk. Ja. Jij bent lekker aan het uitrusten van de toetsweek. Ja, het is zeer zwaar. Ik vond het toetsweek echt verschrikkelijk. Waarom? Omdat het gewoon echt heel veel leerstof was en je moest er gewoon heel veel voor voorbereiden. Ja, echt best wel kut. Ik sta allemaal onvoldoende snoep. Mag ik even wat vragen? Ja, ik ben van Hoeksie CTV. Ja. Hoe vind jij de toetsweek gaan? Ja, de toetsweek ben ik nu klaar mee, maar het ging voor mijn gevoel wel goed. Alleen ik moet lang wachten op de cijfers. Verschrikkelijk, ik kan er echt niks over kwijt. Ik vind het zo, ik wil eigenlijk ook niet over praten. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik moet even, ik voor mezelf. Dat begrijp ik. Succes, tot ziens. De toetsweek vond ik ook verschrikkelijk. Het was veel te veel druk en stress en nee. Voor welke toets was je het meest bang? Bang, ja, bang. Ja, MNO onder andere. Ik denk voor scheikunde. Tam, tam, tam. Hoe ging het over het algemeen? Het ging wel goed, behalve economie en MNO. Maar dat is inzicht, dat heb ik niet, dus dat is pittig. Wat zullen jullie hier aan doen? We zijn aan het debatteren. En Victor, hoe is het als enige jongen tussen zo'n club met meiden? Nou. Nou, ik denk dat ik soms best wel nuttige input kan geven, maar... Na de examens wel een weekje weg. Dat gaan we proberen. Want met hoeveel gaan jullie? De klas. De hele klas? Ik denk dat als je meer mensen mee wilt krijgen, dat je dan de bestemming, ook een bestemming erbij moet hebben. Nummer is, hè? Is voor de open dag. Jullie moeten allemaal naar deze school komen. Kan je lekker kuisen. Ja. Tot ziens. Voor de vakantie werd de uitvoering gehouden van de musical De Reis van Odysseus. We hebben daar een paar interviews afgenomen en daar gaan we nu naar kijken. Ik sta hier nu met de hoofdrolspeler van de musical, De Reis van Odysseus. Hoe vond je zelf de musical gaan? Ik vond het nu echt heel goed gaan. De paar kleine foutjes die er waren, zijn heel goed opgelost. Ik ben trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Wat ging er door je heen toen je op het podium stond? Nou, ik vond het allemaal wel spannend. Ik vond het ook wel heel erg leuk eigenlijk om mee te doen, achteraf gezien. In het begin had ik er nogal wat moeite mee en dacht ik van, nou ja... Ik had er eigenlijk niet zoveel zin in, maar het is eigenlijk heel erg goed bevallen. Hoe kijken jullie terug op deze twee mooie avonden? Heel erg tevreden. Tevreden, ja. Ja, best wel tevreden, ja. Niet meer gestrest. Nee. Opgelucht. Opgelucht. Zeker. Excuses, yeah. Zou ik heel even een foto mogen maken? Ja, tuurlijk. Sure, ja, tuurlijk. Okay. Ja, dank jullie wel. Okay. Top. Vonden jullie het leuk om erbij te spelen? Ja. Super stoer. Ja. En waarom willen jullie zo graag dat deze mooie docent erbij staat? Nou, omdat die cool is. Ja? Ja. Ja. Wat heeft u hierop te melden? Dank jullie wel. Alsjeblieft. Mevrouw, wat vond u van de voorstelling?
vond het erg leuk, professioneel gedaan, heel mooi gezongen vond ik en ik vond het erg leuk. En dan ja dat is wel lastig. Maar... zou ik misschien een handtekening mogen? Jij bent er zelf van de net toch? Ja, maar... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Schrijf maar even op mijn rug. Oh, tuurlijk. Hele mooie handtekening. Hoe vond u het nou om op het podium te staan en daar zo voor alle leerlingen in een toon gaan? Hoe was dat nou? Nou, een hele openbaring. Ik denk dat ik mijn roeping gemist heb. Ik denk dat ik beter de toneelwereld in had kunnen gaan. En ik denk dat ik de klas maar even laat voor wat het is. Dus meneer, wat vond u van de musical? Ik vond de musical geweldig. Ik vind het heel knap gedaan door de leerlingen. Zowel de leerlingen die het geschreven hebben, als ook de leerlingen die opgetreden hebben. En natuurlijk niet te vergeten de muziek. Ronduit fantastisch. Bekijk de musical in zijn geheel op Hoeksie CTV kanaal op YouTube. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.